programma Samen Fit maken we een kookprogramma. Een kookprogramma voor iedereen. Dus ook voor mensen met eet- en drinkproblemen. Vandaag ben ik op de dagbestedingslocatie Het Eiland. En kook ik samen met mijn collega Maaike. Een paar heerlijke recepten. Hallo, ik ben Maaike. Doen jullie mee? En Maaike, wat gaan we vandaag maken? We maken een zomerse tomatensoep. Een koude tomatensoep. Oh, wat lekker. Ja. Ik ben wel benieuwd. Ja. En wat gaat er allemaal in die zomerse koude tomatensoep? Broodjes. Je kan gewoon oude broodjes nemen die je bijvoorbeeld over hebt van het ontbijt. Oké. Stuk brood kan ook, maakt niet uit. Tomaat. Een halve ui. Ja. En knoflook en bieslook. Oké, lekker. Een beetje zout en peper. Een beetje heet water. En tot slot nog azijn en olijfolie. Oh, kijk. Nou, ik ben benieuwd. Laat maar zien, Maaike, hoe we dit maken. Allereerst snijden we de tomaat in stukjes. Snijden we in kleine stukjes. Samen met de knoflook. Ook allemaal in de kom erbij. Doen we daar heet water bij. Net zoveel dat het net onder water staat. Beetje zout erbij. Dit mengsel laten we even een uurtje rusten. Oh, dit ruikt al heerlijk, Maaike. Wat ga je er nu mee doen? Nu gaan we het tomatenbroodmengsel laten uitlekken met een vergiet, een zeef. Oké. Dat doen we in de blender tot er een dikke soep ontstaat. Laat maar zien. Het mengsel laten we even uitlekken. En het is belangrijk om het vocht niet weg te gooien. Want als het de gemalen brood met tomaat straks te dik wordt, dan kun je het nog een beetje aanlengen zodat het wat smeriger wordt. Vervolgens voegen we een beetje peper toe. En een beetje azijn. En olijfolie. Voor de smaak nog een beetje bieslook erbij. En we zijn klaar om het te serveren. Oh Maaike, dit ruikt echt heerlijk zeg. Ja. Ik ben heel benieuwd. Hoe ga je dit serveren? Nou, je kunt ervoor kiezen om het in een glas, dat je het drinkt. Maar je zou het ook in een soepkommetje als voorafje bij de maaltijd. En dan met een lepeltje te eten. Ja, oké. Okay. Nou, zullen we het maken? Ja. Nou, voor een zomerse dag lijkt me dit heerlijk. En voor mensen die geen eet- en drinkproblemen hebben, kan ik het nog aanvullen met wat bieslook. Ja, volgens mij. Ik kan een beetje bieslook voor te garneren, inderdaad.
Nou, dit ziet er toch feestelijk uit. Dat lijkt me, ja. Eet smakelijk. Nou, dit was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie genoten hebben en dat jullie dit lekker gaan maken thuis. En tot de volgende keer. Dag!